Fernando Alonso viel tijdens de Grand Prix van Mexico voor de vijfde keer uit dit jaar met technische problemen. De Spanjaard kon zijn frustraties niet meer verbergen, want aan de vorm van de coureur lijkt hij niet te liggen. De tweevoudig wereldkampioen wil dan ook niet spreken van pech, want ja, motor moet simpelweg het einde van de race halen. Ja, de Spanjaard keek in Mexico aan tegen zijn vijfde DNF van het seizoen en kon zijn frustraties niet meer verbergen. Voor auto nummer 14 zijn er altijd betrouwbaarheidsproblemen. 20 ronden voor het einde verloor ik een cilinder, dus reed ik met 5 cilinders rond. Daardoor had ik 20% minder vermogen. Ik lag 20 seconden voor op de McLaren's en op mijn teamgenoot. Ja, de race was tot dat punt exceptioneel. Ja, zo beschrijft Fernando Alonso de race. Toch was het rondrijden met een gehavende krachtbon niet helemaal ideaal. Ja, het was eigenlijk beter dat de motor plofte dan zo moeten doorrijden. Ja, de laatste periode van Alonso bij het team is begonnen met nog twee Grand Prix te gaan. En de Spanjaard is dan ook kritisch op Alpine. Als de motor het einde van de race niet haalt, dan kun je dat geen pech noemen. Als je zes of zeven power units moet wisselen en je haalt nog steeds niet het einde van de race, dan heb je een flinke klus te klaren tijdens de winter. Al dus Fernando Alonso. Nou, kijken we gelijk maar even naar de constructeurskampioenschap. Want ja, iedere plek in het wereldkampioenschap levert natuurlijk meer geld op voor de teams. Het team van Mercedes deed natuurlijk goede zaken met een tweede en een vierde stek. Maar ook McLaren sloeg met twee plekken in de top 10 en een uitvallende Fernando Alonso. Dus een goede slag ten opzichte van het team van Alpine. En voor Nick de Vries wordt het steeds duidelijker hoe het er allemaal volgend jaar bij Alfa Tauri eruit gaat komen te zien. De coureur uit Snake is bezig met zijn laatste maanden bij het team van Mercedes en zal op 20 november de Young Driver Test na nou, de race naar Abu Dhabi gaan rijden voor het Italiaanse team. De afgelopen weekend mocht de Vries nog plaatsnemen in de W13 van George Russell en daardoor heeft Mercedes voldaan aan de verplichte Rookie Test van 2022 en was het voor de Vries de vierde keer dit jaar dat hij tijdens een vrijtraining in actie mocht komen. Langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijk over de nieuwe klus bij Alpha Tauri... met Yuki Tsunoda dus als teamgenoot. Zo zal de Vries voor het eerst in zijn carrière een manager aanstellen, zodat hij zich kan richten op het racen en die manager is op dit moment ook in dienst voor Pierre Gasly. Ja, het is trouwens niet het enige wat de Vries overneemt van Gasly. Ook zal de huidige race-engineer Pierre Hamelé, degene die ja, dat iconische Franse-Engelse accent altijd heeft, dat oké okay, Pierre, nou, die zal volgend jaar ook te horen zijn in het oortje van de Vries. En ook de personal trainer van Gasly gaat nu ook samenwerken met Nie de Vries, zo weet onder andere de Telegraaf te melden. Goed, was hem dan het Gepenvans-nieuws van de maandagmiddag. Voor dit een leuke video, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je morgen weer. Tot dan! hoi!